ben ik weer met een Blinde Hobby's Cooking. En vandaag ga ik met mijn lieve zoon pancit maken. Daar was je vroeger echt dol op. Wat heb je nou nodig om die lekkere pancit te maken? Zoals ik altijd zeg, hou het simpel schat. Je haalt alles bij de supermarkt. Te beginnen natuurlijk met de loempiavellen. Die vind je gewoon in het diepvriesvak. En ze zijn bevroren, dus je moet ze even gaan laten ontdooien. En voor het aantal pancits wat wij gaan maken, zijn er ongeveer 25, dan knip je die vellen in vieren. Leen, als jij dat wilt doen? Ja. Wat heb je nog meer nodig voor die pancits? Half ongehakt, ongeveer 250 gram. Daarin gaan gehakte garnalen. En het allerlekkerste is natuurlijk als je die echte Hollandse garnaaltjes gebruikt. Maar ja, die waren even niet te vinden. Dus wij doen de cocktailgarnaaltjes. En eigenlijk doe ik dit nooit. Er gaat ook in bosui. En waarom doe ik nooit bosui erin? Want die harde stukjes, dan gaat het velletje kapot. Want dat gaat niet echt mengen in dat gehakt. En dan gaan die velletjes kapot. Maar het is wel lekker voor die bite. Dus we gaan deze heel fijn hakken zo meteen. Als kruiden hebben we super simpel zout, gemalen zwarte peper, behoorlijk wat, knoflookpoeder, een beetje suiker gaat erbij, want het moet wel wat zoetig zijn. En dan wat erin gaat, dat is vetzien. En vetzien, dat wordt eigenlijk gezien als een soort drugs, maar ik kan je nu al verklappen, dat is inmiddels al achterhaald. In Amerika is het een tijdje verboden geweest. Het is het zogenaamde E621 nummer. En het E621 nummer werd als drugs gezien. Want ze zeiden, het is verslavend, het roept om meer. Het kan hoofdpijn veroorzaken of slapeloze nachten. Nogmaals, inmiddels is het achterhaald. En vetzien, gelooft of niet, dat heb je dus ook in je Doritos. Maar ook in je Parmezaanse kaas bijvoorbeeld zit het er ook in. Het is net even een snufje om de boel qua smaak te versterken. Remy die knipt inmiddels de loempia vellen. Okay, ondertussen ga ik dan de garnalen fijn hakken. Oh ja, we gaan natuurlijk ook een sausje maken voordat ik verder ga beginnen. Je kan natuurlijk een chili saus nemen, lekker uit de fles, super lekker. Maar wij gaan het natuurlijk zelf maken en weer op een hele simpele manier. Het is een basis van tomatenketchup. Hieronder zie je mijn recept. Weet je precies wat je nodig hebt aan hoeveelheden, dus tomatenketchup. Azijn, gewoon natuurazijn gaat erin. Een paar plakken gember, of vers gember. Sambal oelek. Ik ben van de knoflook, 3 teentjes knoflook. En suiker natuurlijk, want je krijgt een zoetzure saus. Dat is straks voor het dipsausje, maar die maken we straks. Toen ik nog een kleine jongen was, toen noemde hij het Slimestein. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Zou die geen Slimestein maken? En ik weet het ook wat hij bedoelde. Maar hij wilde altijd Slimestein. Oké, prima, dus we maken vandaag. Zwijnstein maken we. Je ziet het. We gaan een zwijnstein maken. Oké, eventjes goed de garnalen grof hakken. Nou, ik ben klaar met die plakjes. Oké, top. Tussen de theedoek? Ja, tussen de theedoek graag. Ja. Dan blijven ze soepel. En mag je dit dichtvouwen, dat kan dan in de vriezer. Ja. Want die loempiavellen kun je gewoon bewaren en opnieuw ontdooien. Zo. Dit kan in de vriezer. Ja, dat gaat gewoon weer terug in de vriezer. Dan ga ik de stengels. Ik gebruik niet alles van die stengels. Eigenlijk meer de harde steel. Natuurlijk, het is weer voedselverspilling. Dus je kan het bewaren en als garnering bij je soep gaan gebruiken wat over is. Dus dat ga ik zo opbergen in de koelkast. Ja, ik maak dit heel eventjes af. Dan mag jij straks het gehakt kneden als ik dat ga kruiden. Nou, de kunst is dus om zo klein mogelijke stukjes, dus je maakt een soort
weepjes. En deze zo klein mogelijk. Want anders gaat het velletje, en mengt het niet goed met het gehakt en dan gaat het velletje scheuren als je dat gaat frituren. Zo. Remy, ja. Kook je wel eens voor jezelf eigenlijk? Nou, meestal niet. Omdat ik niet echt kan koken, maar... Je kan wel lekker eten. Door Karin kan ik het leren. En, goed voor mijn ontwikkeling. Goed voor je ontwikkeling. Nee, goed voor je dates. Als je een date hebt, kun je koken. Nee, dat doet mijn liefde wel. Oh, dat doet je liefde wel. Dus jij zoekt een vrouw die kan koken? Je vrouw. Heb jij iets keer meegemaakt met zo'n datingshow? Oh ja. First date. Herken je me? Herken je hem? Hier, bovenin zie je hem. Herken je hem? Oké, ik ga kruiden in het gat. Dus ik doe zout erin, snufje zout. Laten we zeggen, een theelepeltje, gemalen knoflookpoeder. Kijk, die knoflookpoeder, je weet al van altijd verse kruiden en zo, maar ik gebruik in dit geval de poeder. Omdat ik wil dat het geen kleine stukjes zijn, hè, omdat dat velletje anders kapot gaat. Knoflookpoeder. Belangrijk erbij is de suiker, want dan moet een zoete smaak, een zoetige smaak krijgen. Ik gooi dit weg, hè? Wat je had gesneden. We hadden net over voedselverspilling. Ja, wij gooien het nu dus eventjes weg. Maar wil je geen voedsel verspillen? Gebruik het als garnering over je, bijvoorbeeld je tomatensoep of zo. Maar gooi het maar weg, graag het maar op. En dat was wel leuk. Ik wil zeggen dat wij Remy heel goed opgevoed hebben. Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen persoonlijkheid. Maar Remy is wel een jongen die heel netjes is, vind ik. Opgeruimd, afwas doen, bordjes naar af. Ja, weet je, ouders die zijn altijd, oh, Remy is zo netjes als je ergens kwam eten. Borden uit tafel opruimen, helpen, weer afwassen. Nog steeds, ja. Nou, handschoentjes aan. Handschoentjes aan. En kneden maar. Het sausje kunnen we ook alvast gaan maken. Daarin gaat tomatenketchup, ongeveer. Nou, 2 eetlepels. Je doet alles al van tevoren bij elkaar. Doe ik er lekker aan huis als patiënt. Zijn patiënt, ze ligt de patiënt al klaar. even kijken, niet in de war raken. Tomatenketchup zei ik, azijn. Voor het zuurtje. Dan gaat hij een beetje suiker. Zoetje. En dan zo. Een paar plakken gember. En die doe ik dun, want geeft die het meeste smaak af. Deze gebruik ik voor de thee. Zo, ik ben klaar met kneden. Echt? Is het helemaal goed door elkaar gekneed? Ja. Oké, en dan kan je... Kleine balletjes, maar echt goede ronde. Goede, nou, het hoeft niet per se goed rond, maar goed dat het alles van alles wat in dat ene balletje zit, bedoel ik. Ja. Niet dat je alleen een balletje hebt met garnaal. Oké. Gaat sambal oelek bij. Zo heet je wil. Nou, ik doe lekker 2 theelepels. Mag ook 1, mag ook 3. Naar het gelang je smaak. En dat gaan we straks op het vuur zetten. Doe het even op groen. Is dit een beetje een goede formaat? Ja, dat is prima. Okay. En hier doe ik dus wel verse knoflook bij, dus niet het poeder. Poeder heeft toch een andere smaak, vind ik altijd. Want je gebruikt nu? Ja, verse knoflook. Maar in die pangsiet heb ik bijvoorbeeld weer poeder gebruikt. Omdat ik die kleine stukjes niet wil. Oké. Maar sowieso met knoflook, het is zo verschillend hoe je het gebruikt. Het heeft verschillende smaken. Als jij gewoon rauw knoflook door je salade bijvoorbeeld doet, is weer een hele andere smaak wanneer je knoflook bereidt. Stinkstankie nog. Dat vind ik altijd zo erg. Die knoflooklucht die uit je straatje komt. Oké. Nou, de basis voor de saus is klaar. Dit is voor straks het sausje. Wat voor gehakt is dit?
Dit is half om. Half om gehakt. Want het moet een beetje een vetje hebben. Want als je runde gehakt neemt, is het te mager. We hebben even versneld alle balletjes gedraaid. Ja, en dan zal je altijd zien, we hebben dus te veel gemaakt. Dus leerpuntje. Eerst die balletjes draaien. Dan weet je hoeveel velletjes je ook nodig hebt. Maar goed, alles komt goed. Nu gaan we de pangsiet vouwen. En dat is eigenlijk het meeste werk. Dus een beetje, ja. Ik weet nog wel, toen jij klein was met je zus, had ik van zo'n bloknoot met van die vierkante velletjes. Ja. En dan gingen jullie ook steeds met die papiertjes pangsietjes vouwen. Oh, Weet je dat niet meer? Nee, ik weet het niet meer. Nou, je hebt hier een velletje. Voilà. Ja, een velletje. Ik ook een velletje. Wat ik wel heb gemaakt, waar staat het? Oh hier. Is een ja, papje, zeg maar. Lijm, zie je? Van Messena met water, om het dicht te plakken. En wat je maakt, kijk, is eigenlijk een soort lotusbloem. Dus wat je doet, je zet hem in het puntje. Ja. Balletje in het puntje. Dan draai je hem 1, na de helft toe 2, ja. Dan druk je hem aan, ja. 2 vingers, ja. Nou, en dan heb je, where is it? Oh hier, een beetje Messena, met dat lepeltje op die zijkanten, ja. Hier, hier, maar ook achter, hier, een beetje, niet te veel, want anders wordt het te nat. En dan, kijk, wat je dan gaat doen, draai je hem van je af en dan sla je hem, kijk, over elkaar heen, dat je een soort lotusbloemetje krijgt. Dit moet het worden. En zo ga je door tot je al die pangsiets gevouwen hebt. Dus weet je wat we gaan doen? Ik ga dit gewoon even afmaken. Ga je dit doen, want ja. Het zou in het ruwe. Ik ga dit even afmaken en dan gaan we zo even bakken. Oké? De olie is ongeveer 175 graden. Breng die is ondertussen het sausje aan het roeren. Lukt het, Breng? En dit gaan we dan de pangsietjes lekker bakken. Heb je nou een airfryer en je hebt al zoveel moeite gedaan om de pangsietjes te maken. Wat je zou kunnen doen is ze licht aanbakken. Dan kan je ze invriezen en als je ze dan wil gaan gebruiken, doe ze in de airfryer of in de hete luchtoven. En dan heb je altijd een voorraad pangsiet. Ik pakken? Nou, ik ga eerst even afkondigen, want wil je nog meer recepten van me nalezen? Ga dan naar de blindoblog.com en kijk bij Blindo is Cooking. En daar staat ook het volledige recept van deze pangsietkoring. Lekker Einstein.